Ik wil jullie ten eerste allemaal heel erg hartelijk welkom heten bij de Globe Jubileumweek. 25 jaar Globe over de hele wereld en in Nederland. Dus dat is wel heel bijzonder. Jullie zien nu een heel chaotische dia voor je. Er staan een aantal dingen op die belangrijk zijn om te weten. En die ik even laat staan, ook omdat er misschien nog mensen binnenkomen. Dus dan kunnen jullie ondertussen alvast wat dingen doen. Bijvoorbeeld qua Lesson Up, dat is het lesprogramma dat we met Globe gaan gebruiken. Dat gaan we lanceren voor een aantal onderzoeksprojecten. Dat is een heel leuke interactieve manier van lesgeven. En daarvoor heb je je smartphone nodig, dus jullie gaan dat vandaag ook ervaren. En als je op je smartphone naar lessonup.app gaat, dat zie je rechtsboven in je scherm als het goed is. Als je het niet ziet, dan wil ik het graag weten. En jullie krijgen dadelijk dan een code van mij. En wat jullie ook, als het goed is, via de mail hebben begrepen, is dat we iedere dag een workshop gaan doen. Het is vandaag maandag, dus we gaan vandaag de levende bodem doen. Maar we hebben ook dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een workshop. En met de code die je nu gebruikt hebt om in te loggen, kun je ook naar al die andere workshops. Dus daar hoef je dan niet eventueel nog apart voor aan te melden. Qua Zoom wil ik nog één keer zeggen, het staat ook in de mail, maar voor de zekerheid dat het handig is als je je video aanzet en je geluid uit. Als je vragen hebt, dat je ze dan in de chat stelt. En ik wil ook nog zeggen dat alles wordt opgenomen en dat brengen we namelijk na afloop online beschikbaar, zodat andere mensen het ook kunnen terugkijken. Maar als je dat dus niet wil, dan moet je ook zorgen dat je video uitzet. Het programma voor vandaag is dat ik tot 3:30 even heel kort een overzicht geef van wat Globe de afgelopen 25 jaar zo al gedaan heeft. En ook wat Globe op dit moment is en wat je er op dit moment mee kunt. En daarna krijgen Ton Schouten en Frans Bezemer het woord. Ton Schouten is van het RIVM. Frans Bezemer die is van deze dia afgevallen, zie ik. Maar die is van het Wartburg College. Het is een docent. En zij zullen samen uitleggen hoe je het onderzoeksproject De Bodem Leeft, hoe je dat in de klas kunt toepassen. Oké, dan gaan we nu beginnen. Dus als je je smartphone hebt en je hebt lessonup.app in je browser ingetypt, dan vraagt hij om een pincode en die kan je nu geven. Het is 2281. Ja, ik zie dat een hoop mensen dat al aan het doen zijn. We hebben 7 leerlingen op dit moment. Het idee van deze lessen-up is dat jullie, we hebben bij een aantal onderzoeksprojecten hebben we zo'n lessen-up gemaakt. Deze kun je dus ook in de klas zo toepassen, zodat je leerlingen het op het smartboard zien en met een smartphone mee kunnen doen. Maar mocht er nog een keer corona uitbreken of dat er om een andere reden online les moet worden gegeven, dan kan je dat met dit systeem zoals je nu ziet ook heel goed doen. En zo heb je een interactieve les met je leerlingen. Het is eigenlijk een soort combinatie van PowerPoint en Mentimeter voor mensen die dat kennen. Ik zie dat er nu 18 van de 20 deelnemers zijn aangemeld. Ik wacht nog 1 seconde op de laatste 2 of dat lukt. Misschien zijn dat geheel onthouders qua smartphone. Die bestaan ook. Galaxy Tab 3's bijvoorbeeld. Dan gaan we nu naar de volgende slide. En dat is even een testje om te kijken of het allemaal werkt. En dat je kunt nu intypen op je smartphone waar je vandaan komt. Dan gaan we kijken waar iedereen vandaan komt.
Oké, gaan we kijken. Nou, het is toch een breed aanbod uit het hele land. Het RIVM, die plaats kende ik niet, maar volgens mij ligt het in Bilthoven. Oké, nou dat was een goede test. Vallen nog geen prijzen mee te winnen. Maar dat wou ik ook nog even laten zien. Voor degene die dadelijk wint, hebben wij een schitterende NASA-tas. Want NASA is het programma dat Globe Internationaal heeft opgezet. We weten nu een beetje waar jullie vandaan komen. Ik heb een heel kort filmpje waarin ik mezelf en het Globe-programma voorstel. Ik ben Matthijs Begijn en ik coördineer een schoolprogramma waarbij leerlingen van middelbare scholen in het hele land metingen doen aan klimaatverandering, aan natuur, aan bodem, lucht. En ze helpen zo wetenschappers om meer kennis te krijgen over natuur, milieu en klimaat. NASA kijkt vanuit de ruimte met satellieten naar de aarde. Die leerlingen die kijken vanaf de grond. NASA gebruikt dat om beter te begrijpen wat ze meten met hun satellieten. We werken in Nederland met meer dan 100 scholen die allemaal die metingen verzamelen en doorgeven via het internet, zodat leerlingen het onderling met elkaar kunnen uitwisselen en ook wetenschappers het kunnen gebruiken. Nou, wat ik zo gaaf vind is dat eigenlijk alle leerlingen nu in heel Nederland en over de hele wereld gewoon mee kunnen helpen met echt wetenschappelijk onderzoek doen. Onderzoek dat er echt toe doet. We hebben heel veel wetenschappers nodig om op een goede manier te begrijpen wat er aan de hand is met de natuur, milieu, klimaatverandering. En de komende generatie van leerlingen die betrekken we bij Globe door echt actief zelf deel te nemen aan onderzoek. Ja, dat was even mijn korte introductie. Nou ben ik wel benieuwd wat jullie aanspreekt aan Globe. Dus wil je dat even in je smartphone intypen? Wat vind jij nou leuk aan Globe? Waarom ben je hier? Wat is voor jou een reden om mee te doen of mee te gaan doen misschien in de toekomst? Oké, dank voor jullie reactie. Nou, kijk even wat de mensen allemaal voor ideeën hebben, waarom zij meedoen. Misschien zitten er nieuwe ideeën voor je bij. Als je dit met leerlingen doet, dan kun je ook een beetje slepen zo aan die dingen. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt en je wilt vergelijkbare dingen bij elkaar trekken. Maar laten wij nu even snel doorgaan. Want ik wil die 25 jaar die Globe nu over de wereld heeft actief is geweest en in Nederland, daar wil ik even wat highlights van laten zien. En dan om te beginnen bij 1995 toen het startte. In dat jaar hebben Al Gore, die toen vicepresident was, en Wim Kok, die toen de minister-president van Nederland was, een contract getekend dat Globe in Nederland actief zou worden. Allebei zijn nu helaas overleden. Maar dat geeft wel aan hoe lang het geleden is. Ik ga een beetje snel door de tijd nu naar 2006. Dat was een van de hoogtepunten van Globe, omdat in dat jaar een wetenschappelijk artikel is verschenen. Dat was echt een unicum op dat moment, waarbij werd aangetoond dat de metingen die scholen deden met zonfotometers om satellieten te kalibreren, dat die metingen maar iets minder goed waren dan de metingen die door professionele instrumenten waren gedaan. Maar het waren er wel veel meer dan de professionele instrumenten, omdat die professionele instrumenten nou eenmaal gewoon heel erg duur waren en de apparaatjes die de leerlingen hadden niet. Dus daarmee hadden de leerlingen echt een bijdrage geleverd aan de kennis over aerosolen in de lucht. 2008, in dat jaar hadden we als Nederland de grootste afvaardiging op de internationale Globe Learning Expedition in Zuid-Afrika. Je ziet hier leerlingen uit verschillende scholen die daar zeer enthousiast meededen aan allerlei activiteiten die werden gedaan met Globe leerlingen van over de hele wereld. 2009 is Globe Nederland begonnen met een aantal jaar de coördinator te zijn van Globe in het hele Europese gebied. En je ziet hier Wim Kok, die toen onze ambassadeur was. Die ons daarbij hielp.
2010 leerlingenconferentie met waar leerlingen hun resultaten van, van hun Globe-projecten presenteren. En je ziet hier toen nog Prins Willem-Alexander, de directeuren van het KNMI en het RIVM. En natuurlijk nog belangrijker de leerlingen die hun resultaten presenteren. Ik ga er heel snel doorheen hoor, want we hebben niet zo heel veel tijd. 2011, de ambassadeur van de Verenigde Staten, die was ook ambassadeur van Globe Nederland. En die heeft toen dit kunstproject met over Globes, waarbij kunstenaars bepaalde milieuproblemen op een mooie artistieke manier laten zien. En die hebben we toen naar Amsterdam gehaald. 2012, een hele mooie docenten- en leerlingenbijeenkomst op het KNMI, zoals we er vele gehad hebben. Dit is ook weer een training in 2013 op een school in Den Haag. In 2014 hebben we een stichting opgericht, Stichting Globe Nederland. Daar zitten allemaal vertegenwoordigers in van de wetenschappelijke instellingen waarmee Globe betrokken is. En ook docenten en andere experts op het gebied van onderwijs en wetenschap. En het jaar daarna hebben we voor het eerst een Globe Science School gelanceerd. Dat was het Wartburg College, waar Frans Bezemer, die dadelijk een presentatie doet, ook lesgeeft. En de Globe Science School, dat is een school waarop een leerlijn is ontwikkeld in samenwerking met Globe. Een leerlijn onderzoeksvaardigheden. Dus vanaf jaar 1 tot het laatste jaar leren leerlingen stap voor stap beter om onderzoek te doen. Met Globe projecten, maar ook met de andere lessen in het curriculum. 2017 hebben we een project gelanceerd, de Grow-app, waarmee leerlingen kunnen laten zien hoe de natuur verandert door klimaatverandering. 2018 hadden we twee Nederlandse scholen op een Globe Learning Expedition. 2018 hadden we ook de lancering van de waterdiertjestelling. Hier zie je hoe dat ging op het Jeugdjournaal. 2019 hebben we een project gelanceerd samen met de Plastic Soup Foundation. Hier zie je een presentatie daarvan. En in 2020, dit jaar, zullen we de fijnstofcampagne met het RIVM lanceren. Daarover wordt woensdag alles verteld. Komende woensdag van 3 tot 4:30. Dus 3 tot 4:30 moet ik zeggen. Dus wees daar vooral bij. Je kunt met de link die je nu gebruikt daar gewoon naartoe gaan. Ik vind dat het... We hebben iets te weinig tijd, dus ik ga hier even wat sneller doorheen. We hebben over de hele wereld op dit moment 123 landen die meedoen met Globe. Je ziet hier alle vlaggen en de landen zijn ingekleurd. In al die landen zijn leerlingen onderzoek aan het doen naar natuur en milieu in hun eigen schoolomgeving. Nog een quizvraag. Hoeveel scholen denken jullie dat er op dit moment wereldwijd bij Globe betrokken zijn? Oké, niemand denkt 867, maar wat is het goede antwoord? 37.000. Dus de meeste mensen hadden dat goed, dus dat is een mooi teken. Je kunt die scholen ook op de kaart zien liggen natuurlijk als je inzoomt. Dit is een overzichtje van alle data die scholen hebben verzameld. Miljoenen data over de hele wereld. Die kun je ook weer op de kaart visualiseren op verschillende manieren. Zoals je hier ziet met daarachter satellietbeelden als je wil. We hebben intussen 10 projecten, waarvan er 5 vanuit het internationale Globe-programma komen, van NASA. Maar we hebben er ook 5 in Nederland opgericht, waarvan ik er net al een aantal noemde. En daar komt woensdag dus de fijnstofcampagne bij. Nou, in zo'n internationaal programma is het natuurlijk leuk om je resultaten te delen. Dat kan door contacten te leggen met andere scholen over de hele wereld. Die kun je als je lid bent van Globe zoeken en vinden. Maar we hebben ook in Nederland organiseren we ook ieder jaar de Science Fair. Die is dit schooljaar op 4 juni 2021. Daar kunnen leerlingen hun resultaten in stands vertonen. En daar krijgen ze feedback van wetenschappers. Een wetenschappelijke jury die gaat daar ook uiteindelijk een oordeel over vellen. En ook leerlingen vellen een oordeel over elkaar en bekijken elkaars presentatie. Dat gaat allemaal in het Engels. Vind je dat interessant, dan kun je je aanmelden via de Globe website. Vorig jaar had het Isendoorn College de felbegeerde Globe-bokaal gewonnen, zoals je hier ziet.
Maar als je niet naar die bijeenkomst kan, er is ook een hele interessante kans om je Globe onderzoek te uploaden naar de Globe internationale website. En dan kijkt er een internationaal team van wetenschappers naar jouw presentatie. Die geeft er ook feedback op, die stelt vragen, daar moet je dan weer antwoorden op geven. En de beste verslagen van Globe onderzoeken, die worden in een bak gelegd en daar worden weer een aantal uitgekozen. En die krijgen als prijs een vergoeding om naar een internationale Globe bijeenkomst te komen. Waar allerlei leerlingen weer zijn. Nou, ik ben er bijna. Ik besef me dat ik heel snel er doorheen heb moeten gaan. Omdat ik alle tijd vooral wil geven aan Ton en Frans. Die dadelijk de workshop over bodem gaan geven. Ik ben even benieuwd wie van jullie die online is. Is er lid van Globe en wie is er nog geen lid? Nou, dat is goed nieuws. De meesten zijn wel lid van Globe. En mocht je nou nog geen lid zijn van Globe, dan kun je lid worden van het Globe lid van Globe. En dat houdt in dat je onbeperkt met al je leerlingen en docenten van onze 10 onderzoeksprojecten, daar kun je allemaal aan meedoen. Je wordt dan onderdeel van een netwerk van al die scholen waar ik het net over had. Je kunt al je metingen doorgeven. Je krijgt posters, ondersteuning, je kunt naar onze jaarlijkse dag komen, je kunt meedoen aan die Virtual Science Fair, je kunt korting krijgen op de fijnstofsensor kits die we woensdag bij de fijnstofcampagne gaan laten zien en lanceren. En je kunt eventueel deelnemen aan internationale bijeenkomsten. Nou, het lijkt me een schitterend aanbod, dus als je dat leuk vindt dan, of interessant vindt, dan kun je naar globenederland.nl/proef gaan en dan hebben we voor jullie een mooie proefaanbieding om lid te worden en ook mee te gaan doen met alle andere Globe scholen. Ik wil het een beetje kort houden. Even kijken hoor. Of er op dit moment vragen zijn. Ik zie nog geen vragen die voor mij aan mij gesteld zijn. Dus ik stel voor dat we doorgaan naar Ton Schouten van het RIVM en Frans Bezemer van het Wartburg College in Rotterdam. Zij gaan een workshop geven, of een presentatie geven over de bodem leeft. Dus Ton, mag ik jou het woord geven? Dat mag, dankjewel Matthijs. Je hebt me al voorgesteld, nogmaals eventjes, Ton Schouten is de naam. Ik werk op het RIVM als ecoloog en als bodemonderzoeker. Ik ben momenteel verbannen aan een hoekje van de zolder, zoals je misschien ziet. Er is het erg donker, zeker met dit weer. Dus door het lamplicht kleurt het allemaal een beetje raar. Maar goed, het gaat niet om mij. We gaan zo dadelijk het scherm delen en met de presentatie beginnen. Zal ik het meteen maar eventjes doen. Zo hoeft u mij niet meer te zien. Leuke dingen bekijken. Daar is die. Nog even. Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op dat ik deze week in deze jubileumweek mag aftrappen met de eerste workshop Bodem. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat die vandaag door mij en door Frans wordt gepresenteerd. Maar dat er meerdere mensen betrokken zijn bij deze bodemmodule. Onder andere mijn collega Lisbeth Dirven. Michiel Rutgers en ook verschillende collega's uit Wageningen hebben in het verleden bijgedragen aan het opstellen van de bodemmodule en onder andere het schrijven van de determinatietabellen en zo vormen die erin zitten. Dus het is echt wat dat betreft een grote gezamenlijke onderneming geweest. Even kijken. De bodem, de grond onder ons bestaan. Dat is vind ik altijd een hele mooie uitspraak die misschien wat zwaar klinkt, maar dat is eigenlijk niet zo. De bodem is iets wat weliswaar zichtbaar is, maar wat erin zit veel minder zichtbaar is. En wat we ons vaak niet realiseren is dat de bodem heel erg onmisbaar is. We nemen eigenlijk vanzelfsprekend aan dat hij er is en maken daar op alle mogelijke manieren gebruik van. Daar heb ik een aantal dingen van op een rijtje gezet. Als je daar nog wat langer over nadenkt, wat zijn eigenlijk de functies van de bodem? Nou, dat is voor ons mensen natuurlijk een hele belangrijke functie. Dat we daar landbouw op plegen, dat we ons voedsel van die bodem afhalen.
Maar we hebben uiteraard ook nodig om onze huizen op te bouwen, wegen op aan te leggen, dijken op te bouwen. Die maken we meestal van grond om het water een beetje buiten te houden, zeker onze lage landen. Maar bodem is ook de onderlegger voor de natuur, zoals dat zo mooi heet. Bevat een heleboel biodiversiteit, veel meer dan je in eerste instantie eigenlijk zou vermoeden misschien. Bodem van belang voor waterberging, zeker in deze regenachtige tijd, maar ook het zuiveren van water, zodat we er drinkwater uit kunnen maken. Ook een hele belangrijke is de koolstofopslag die in de bodem plaatsvindt, die onder andere ook van belang in verband met klimaatmitigatie, zoals dat weer zo mooi heet. En uiteindelijk eigenlijk de meest belangrijke basale functie van de bodem is dat daar de grote kringloop van voedingsstoffen in plaatsvindt. Dus daar kom ik zo nog wel even op terug. Nou, die bodem die wordt om al die redenen onder andere beschermd door onze eigen wet bodembescherming. En daar hangen nog een heleboel besluiten en regelingen onder. Daar ga ik nu allemaal even niet op in. Maar om even aan te geven, ook op Europees niveau hebben we de kaderrichtlijn bodem. Waar heel veel beschermdoelen worden beschreven, ook tegen verontreinigingen. En met name ook erosie die op grote schaal speelt. En ook internationaal niveau bij de Verenigde Naties zijn duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd waar de bodem vaak in terugkomt. Bodem is natuurlijk ook actueel de laatste jaren. Stikstofproblematiek speelt daar een rol. De depositie van stikstof die met name in natuurgebieden veranderingen geeft in voedingsstoffen in de bodem. En daar de biodiversiteit aantast of de grote veranderingen en verarming aanleiding is. En we hebben vrij recent ook nog de normstelling rond PFAS gehad, die de gemoederen in Den Haag behoorlijk bezig heeft gehouden. Dan kan je afvragen van, wat valt er nou eigenlijk zo al te beleven in die bodem? Hè? In eerste instantie is die bodem niet zo sexy als bijvoorbeeld onderzoek aan in water of misschien meting in lucht. Maar ook daar weer is de laatste tijd een heleboel te doen geweest. Op het ogenblik zitten we nog midden in de zogenaamde bodemdierendagen. Die zijn ooit eens gestart met knipoog naar de dierendag, de gewone dierendag, waar we allemaal onze huisdieren even vertroetelen. Maar dat doen we meestal niet in de achtertuin, onze huisdieren al daar vertroetelen. Het is een initiatief van onze collega's uit Wageningen, die ook bij de bodemmodule betrokken zijn geweest. Afgelopen voorjaar is er ook een heel leuk boekje verschenen van Romke van der K. Dat heet De Onderwereld van de Tuin. Daar zijn ook een aantal leuke filmpjes op YouTube over terug te vinden. Zeker aanbevelenswaardig. Vorige week zondag nog was er bij Vroege Vogels een item over de bodemdierendagen. En daar kwam Jeroen Onrust, een bodemonderzoeker uit Groningen, vertellen over zijn werk aan regenwormen. Hij noemt het de rode regenworm de koning van de bodem. Ook dat kan je nog even terugluisteren als je wil. En dat zijn onderzoek heeft ook aangetoond dat het verdwijnen van bodem van wormen in de bovenste bodemlaag een hele duidelijke relatie heeft met de achteruitgang van de weidevogels. En op RTV Drenthe bijvoorbeeld kan je daar ook weer een aantal leuke filmpjes van zien. Ik heb die links daaronder nog eventjes erin gezet. En tussen dat alles, daar staat onze globemodule. Maken gebruik van vele initiatieven die ik hiervoor noemde. En voor ons is eigenlijk het motto, niet toekijken, maar zelf onderzoeken. Ja, we gaan met leerlingen van scholen gaan we onderzoeksvragen stellen, leren kijken naar je omgeving, je wat meer verbazen over de bodemeigenschappen, het bodemleven, en eventueel zelfs via metingen die met een satelliet gedaan worden, relaties leggen, een onderzoek doen. Goed, nog even terug naar die bodem. Ik heb het net over die functies gehad. Maar je kan je even afvragen van, maar is dat dan zo erg, die bodem, dat we daar niet zoveel van af weten? En onbekend maakt onbemind, dat is in het verleden ook eigenlijk ook wel veel gebleken. Een aantal hele grote rampen, zou je misschien te zwaar gezegd, maar een aantal gebeurtenissen geweest die van grote invloed zijn geweest. Eentje daarvan is een hongersnood die rond 1850 in Ierland heeft gespeeld. Die werd veroorzaakt doordat de aardappelteelt daar massaal verloren ging. Mensen gingen, die daar erg van afhankelijk waren, stieren voor op een gegeven moment van de honger. En dat heeft ook heel veel, circa 1 miljoen emigranten opgeleverd. Dus ik denk dat dat van grote invloed is geweest op de geschiedenis van het huidige Amerika, Verenigde Staten van Amerika.
Een ander voorbeeld van wat er mis kan gaan als je onvoorzichtig met je bodem doet, is deze foto. En onderin kan je lezen, het is een dust storm approaching Spearman in Texas in 1935. En je ziet een gigantische stofwolk die tientallen meters hoog is. Huizen gaat bedelven, mensen gaat verstikken. Een beetje zoals een vulkaanuitbarsting eigenlijk plaatsvindt. Doordat bodems op grote schaal eroderen, onbedekt zijn gebleven door grootschalige landbouw. En dat heeft president Roosevelt tot de uitspraak doen leiden. Die zei, a nation that destroys its soils destroys itself. Nou ja, als iemand tot die constatering komt, dan moet je zeggen van, is het ook wel de moeite waard om daar even wat meer aandacht aan te besteden en wat meer besef te kweken. Nou, bij ons in onze eigen omgeving, in ons Nederlandje, is het ook heel vaak misgegaan. We kennen de situatie van Lekkerkerk tot de Volgemeerpolder, waar heel veel, onder andere door de opslag van vuil, stort van huisvuil, maar ook chemisch afval, op heel veel plekken de bodem dusdanig verontreinigd is dat er niet of nauwelijks meer leven mogelijk is. En dat dat ook voor de gezondheid van de mensen op een gegeven moment weer zijn terugslag kreeg. Dan nog eventjes om een ander beeld te scheppen. Stel nou dat je de aardbol, dat je die voorstelt als een appel. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Je gaat die appel opsnijden. Dan zijn je snijdt hem in vier partjes. Dan zijn de eerste drie partjes, driekwart van die appel, dat is water op onze aarde. Je houdt 1/4 over, dat is land. Als je dat 1/4 nu in tweeën snijdt, dan krijg je 1/8 land waar je eigenlijk niets mee kan. Dat zijn woestijnen, dat zijn hoge bergen, dat is het land onder Antarctica. Dan ga je dat 1/8 deel ga je nog even in vier partjes van 1/32 snijden. Dat is dan onder andere een bodem die niet geschikt is voor landbouw, die bebouwd is. Bodem onder zoete oppervlaktewateren. En wat je dan overhoudt is 1/32 van ons aardoppervlak, wat maar voor landbouw gebruikt, voor landbouw geschikt is. En dat is dan eigenlijk niet het hele partje, maar ook dan ook nog weer het hele dunne schilletje, die bovenste 30 centimeter, halve meter, van die aardkorst die geschikt is om landbouw te plegen, waar we als sterk groeiende wereldbevolking al ons voedsel vandaan moeten halen. Dus reden te meer om daar heel erg zuinig op te zijn, bewust mee om te gaan. En uiteraard begint dat op onze scholen, met jonge mensen daarvan bewust te maken en daarover te vertellen. Nou, ik zei het net al, eigenlijk de meest belangrijke functie van de bodem, van nature, is dat daar al het organisch materiaal, het dode organisch materiaal, wat bovengronds, maar ook ondergronds ontstaat, dat in hele kleine stapjes afgebroken wordt, gerecycled wordt, terug naar de oorspronkelijke voedingsstoffen en koolstofverbindingen, humus, zeg maar, die een bodem dusdanige structuur geeft dat planten er ook veel makkelijker op kunnen groeien. Dus bodem is onze grote recycle-reactor waar we echt enorm van afhankelijk zijn. Wie doen dat dan in die bodem? Nou, dat zijn met name beestjes. En vaak wordt dat in eerste instantie zo gezien. Wat er in de bodem leeft, dat zijn allemaal kleine monstertjes. Die kunnen je bijten, die kunnen je prikken, die zijn eng, die zijn vies. Die racen weg, die kriebelen. Dus heel veel geeft dat in eerste instantie geeft dat een rare schrikreactie. Of wat gegil en zo. En je ziet ook dat als je met mensen het veld in gaat, leerlingen zijn in eerste instantie de dapperen, die pakken zo'n beest dan. Die proberen hem dan meestal bij een vrouwelijke klasgenoot ergens in de kraag te stoppen, wat een hoop gedoe oplevert natuurlijk. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat alle vormen, levensvormen in de bodem, die eigenlijk van een grote schoonheid zijn, zeker als je die nog gaat uitvergroten of onder de microscoop gaat bekijken. En dat maakt het allemaal des te leuker. En dan kan je nog afvragen van ja, maar dat is dan leuk, maar hoeveel leven zit er nu eigenlijk in de grond? Nou, als je dat een klein beetje op een rijtje gaat zetten, dan hebben we zelf een 15-tal jaren onderzoek voor in de Nederlandse bodem gedaan. Daar hadden we een bodembiologisch meetnet voor, hebben naar aantallen en naar biodiversiteit in de bodem gekeken. Dan zie je al dat er, als je dat omrekent, zo'n 300 regenwormen per vierkante meter gemiddeld te vinden zijn. Er zijn aanzienlijke verschillen. Als je dan gaat uitrekenen hoeveel die wegen, dan is dat zo'n 1000 kilogram per hectare. En dan heb ik het over een hectare, dus 100 bij 100 meter. Oftewel twee voetbalvelden naast of achter elkaar. Nou, de kleinere beestjes, de bodeminsecten, dat zijn er veel meer. Dan ga je naar zo'n 100.000 per vierkante meter. Maar die wegen niet zoveel.
maar 90 kilogram per hectare. En dan heb je nog de allerkleinste, bijvoorbeeld aaltjes in de bodem, nematoden. En die zijn er in de orde van miljoenen en die wegen nog weer minder. Maar alles bij elkaar levert dat ondergronds, ongeveer wat we bovengronds gewend zijn, aan 2 koeien per hectare. Dan heb ik er nog eentje niet genoemd of over het hoofd gezien. En dat is de groep van de bodembacteriën en de schimmels. En die zijn ontzettend klein, maar ze zijn er ook met ontzettend veel. Je ziet al aan het getal daar. Omdat het maar per hectare wordt dat ongeveer zo'n 3000 kilo aan biomassa dat we daar hebben. Dus in totaal zit er onder de grond een equivalent van zo'n 6 à 7 koeien. En dat is eigenlijk meer dat dat er meestal bovengronds rondloopt. Dus het geeft aan dat niet alleen de biodiversiteit groot is, maar dat ook qua biomassa en dus de functie die ze vervullen, dat het een heel belangrijk milieucompartiment is. Dan nog even terug op die regenworm, want dat is wat eentje die ook in de bodemmodule populair is en waar veel naar gekeken wordt. Wij hebben zelf ook veel onderzoek gedaan naar regenwormen, die zat in dat meetnet. En daar is ook in Wageningen is er veel gekeken. Ik wil graag dit voorbeeld aanhalen. Het is een onderzoek wat door Maria Posma Blauw gedaan is. Die is AIO Promovenda in Wageningen heeft gewerkt, een aantal jaren terug alweer. Zij heeft in een experiment gekeken. Wat gebeurt er nou met de regenwormen als ik akker omzet naar grasland? Dus permanente akker naar grasland. En andersom, als ik permanent grasland, iets wat al heel lang grasland is, weide is, als ik dat de akker van maak. Dus dat is een experimentele situatie. Is dat zo gedaan? Een proefveld rond Wageningen. En dan zie je eigenlijk al dat na 2 jaar, nadat die verandering heeft plaatsgevonden, is hier gekeken naar 2 soorten regenwormen. Ik weet niet of mijn pijltje er te zien is, maar 2 typische staan hierboven genoemd. Dat er vanuit die permanente akker een enorme toename in regenwormen plaatsvindt. Dat streepje daarboven, dat geeft de spreiding, de spreidingsmaat aan. En andersom, iets wat grasland was, dat stort in elkaar binnen 2 jaar tijd met het aantal regenwormen wat daar nog leven kan. En dat is iets wat we ook in de breedte in heel Nederland eigenlijk in ons meetnet zijn tegengekomen. Nog een ander voorbeeld, effect van ploegen. Dus dan ga je meer kijken van hoe gaan we met onze grondbewerking om. Wat voor effecten heeft dat? Ik heb een voorbeeld erbij gehaald. Het experiment wat in Zuid-Limburg heeft plaatsgevonden. Het praktijkwerk NKG. Dat staat voor niet-kerende grondbewerking. Dus niet ploegen. Weliswaar andere vormen van oppervlakkige grondbewerking, waar vooral niet dat omzetten vanuit 30 centimeter diep alles op zijn kop zetten. En dan zie je hier zo een voorbeeld van het aantal regenwormen, uitgedrukt per vierkante meter op de y-as. En op de x-as zie je dan een beginsituatie. En dan links niet kerende grondbewerking, dus niet ploegen, na 3 jaar, na 5 jaar en na 10 jaar. En je ziet wat een enorme toename aan regenwormen dat oplevert in die grond. En de rechterdeel van het figuur, daar zie je gewoon de situatie waarin men is blijven ploegen. En in die proefvelden bleef het aantal regenwormen laag, of nam zelfs na 10 jaar nog verder af. Goed, dan zitten hier allerlei aspecten aan. Je ziet in die laatste kolom, dat is het groene, dat het aantal juveniele, het aantal jonge beesten nog erg toeneemt. Dus het duurt ook een tijd voordat zo'n populatie weer in evenwicht is. Maar het geeft ook aan dat het zeker in de bodem, waar relatief weinig kolonisatie is, dat soort processen heel lang duurt, of behoorlijk lang kan duren. En dat het niet zo erg maakbaar is als dat wij vaak denken dat bodem of natuur is. Goed, dan kom ik zo langzaam aan naar deze algemene inleiding, naar onze globe bodemmodule toe. Je ziet hier al 2 voorbeelden van leerlingen die in het veld bezig zijn met metingen. Liefst natuurlijk als het weer ook een beetje mee zit, want dat wordt het alleen maar vrolijker van. Dan neemt het enthousiasme toe. En ik heb nog even op een rijtje gezet wat wij nu voor doelstellingen hebben met die globe bodemmodule. En dat zijn eigenlijk zijn verschillende dingen. We willen mensen graag bewust maken. Dus we zeggen van kijk nou eens beter naar je omgeving en de bodem waar je op leeft. Heb je daar ooit wel überhaupt als aandacht aan besteed of over nagedacht? Wat voor grondsoort is hier eigenlijk waar onze school op gebouwd is, waar ons huis op staan? En welke kenmerken heeft die bodem dan? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan fysisch-chemische termen, die ook meetbaar zijn. Naast de meer traditionele bodemkundige eigenschappen die je ook zou kunnen vaststellen. En wat ook van heel groot belang is, van wat is nou de historie van dit gebied? Heeft er veenafgraving plaatsgevonden of zijn het zandafgravingen, zanderijen geweest?
Of zijn het polders, is het droogmakerij? Al dat soort historische processen, vaak van honderden jaren terug, zijn nu nog steeds in die bodem terug te vinden. Dus wat voor eigenschappen levert dat op en wat voor invloed heeft dat op de omgeving? En je kan je natuurlijk wel afvragen van, wat voor leven zit er nu in die bodem waar ik op sta? Waar ik overheen fiets, waar ik overheen loop. Welke beestjes kan ik daarop vinden? Welke trap ik per ongeluk en onbedoeld misschien wel dood? Zijn er te veel of zijn er te weinig? En wat mag ik hier eigenlijk verwachten? Weet je überhaupt wel wat je hier tegen zou kunnen komen? Nog verder afgesplitst of uitgesplitst. Hoeveel bacteriën en schimmels zitten er eigenlijk in de grond? En hoe kan ik daar nou eenvoudig een beeld van krijgen? Dingen die ik niet met het blote oog kan zien. Hoe kan ik die nou wel zichtbaar maken? Dus ons doel is van mensen te prikkelen, na te denken over een omgeving, over zoiets als vanzelfsprekend als bodem. Daar onderzoeksvragen over te formuleren. Je te verwonderen even eigenlijk van, hoe zit het er eigenlijk met dit of dat? En waarom is dat dan? Doe daar dan waarneming aan. En dan geven we handvaten voor van wat kan je makkelijk meten in een klassituatie. Maar uiteraard ben je ook vrij om alles daaraan toe te voegen wat je zelf interessant vindt of wat je tegenkomt. En de resultaten die willen delen met anderen. Nou, er zijn op de Globe International site zijn daar mogelijkheden voor om gegevens in te voeren. En die zijn van bodem, vonden wij in al onze eigen wijsheid, die zijn die redelijk beperkt. Want die zijn vooral beperkt tot aantal fysische en chemische waarnemingen. En omdat we in Nederland ons mooie bodembiologische meetnet hadden, vonden we het veel leuker om dat uit te breiden. Met allerlei metingen in die richting. Die gegevens kan je niet kwijt op de Globe site zelf, de internationale site. En we zijn nu nog bezig om dat binnenkort onder te brengen op onze samen meten site van het RIVM, waar onder andere ook nu is allerlei luchtmeetgegevens vanuit citizen science projecten en sensorwaarnemingen verzameld worden. Dus dat gaan we meer uitbreiden in die richting uit. Op het ogenblik doen we dat, zullen we er even bij zetten, toch een beetje primitief naar huidige maatstaven met een Excel-bestand dat je kan downloaden, invullen en dan weer terugsturen. Maar goed, het wordt binnenkort wat interactiever allemaal. Dan heb ik even een kort overzicht gemaakt van de protocollen die we hebben. In het begin hebben we onderscheid gemaakt tussen basisprotocollen en dingen die je extra kon doen. Eigenlijk is dat verschil een beetje vervaagd, moet ik eerlijk bij zeggen. En we zijn ook op het punt om dat ook te gaan updaten en wat te zien. Maar wat je in de praktijk merkt, dat je men veel interesse heeft. Je moet er als basis natuurlijk altijd, als je onderzoek gaat doen, een beschrijving van je meetveld met je meetlocatie geven. Dus daar begin je mee. De standaard dingen die heel erg voor de hand liggen zijn. Makkelijk te doen, bodemzuurgraad meten, bodemdieren tellen. In eerste instantie doen we dat dan met regenwormen. En ook je leerlingen laten zien dat zo'n bodem leeft. Dat er met name die schimmels en die bacteriën, dat die een metabolisme hebben. Dat die zuurstof verbruiken, maar ook dioxide, CO2 produceren. Ze ademen gewoon eigenlijk net zo als wij mensen in en uit, zuurstof in, kooldioxide uit. En dat kan je eigenlijk vrij makkelijk laten zien dat zo'n bodem leeft wat dat betreft. Keuzeprotocollen die we in onze modules hebben zitten en waar dus netjes allemaal beschrijvingen van zijn, van hoe doe je dat nou? Zowel voor de leerlingen als voor de docenten zijn die aanwezig. En daarvan denken we, dingen als bodemvochtgehalte, zeker samen met die satelliet, in samenhang met die satellietmeten, organische stof in de bodem die heel erg belangrijk is voor het bodemleven wat er plaats kan vinden, maar ook voor de koolstofopslag die we zo hoog nodig moeten zien te stimuleren. En dingen als bodemvruchtbaarheid, met name ook in het kader van die nitraatproblematiek, zijn dingen die ik even wat in het vet heb geschreven om daar extra aandacht aan te vestigen. Maar nogmaals, je kan dat naar hart en lust combineren. En het liefst uiteraard zoveel mogelijk, want des te meer waarnemingen komen er op een gegeven moment binnen. Goed, dan even een beeld van hoe werkt dat dan. De regenwormen die worden onderzocht in een placht. Daar steken we standaard een grondblok van 20 bij 20 centimeter. Als kubus dan. En dat is altijd de kunst om dat zo mooi mogelijk te steken. Want dan heb je een vast volume. En ga je daar bijvoorbeeld een puntvormig geheel van maken, dan ben je al de helft kwijt. Maar goed, dat staat allemaal netjes uitgelegd in de
in die modules. En nou, helaas kunnen we geen live workshop doen, anders sta ik dat altijd ieder jaar weer opnieuw uit te leggen hoe je dat doet zonder de steel van de schep te breken, et cetera. Want dat gebeurt nogal eens. We hebben kasten vol van. Dan spaarders met gebroken steel. Even een beeld van die regenwormen. Hier zie je drie hele karakteristieke vormen die beschreven worden. Die je onder andere ook nog weer in het werk van Jeroen Onrust tegen terugkomen. Drie bekende groepen. De pendelaars, dat zijn de regenwormen die heel diep graven. Die ook bladmateriaal naar beneden brengen. En die gangen graven waardoor waterafvoer plaatsvindt. De diepere bodembewoners, of tenminste niet zo diep als de pendelaars. De grijze regenworm met de mooie naam Aporidectia. Nou, daar vraag ik er zelf over struikelen. Caliginosa. En de strooiselbewoner, Lumbricus rubellus. De rode regenworm die dus door Jeroen de koning van de bodem wordt genoemd. Wat je ook bijvoorbeeld kan doen is heel makkelijk kan meten is waterinfiltratie. Door een stukje rioolbuis in de grond te slaan. En daar een vaste hoeveelheid water over uit te spreiden. En dan te meten hoe snel het duurt dat het weggezakt is. Een poreuze bodem of een bodem met gangen gaat dat veel sneller. Als wanneer zo'n bodem dichtgeslagen en compact geworden is bijvoorbeeld. En het uitvoeren van veldwerk aan bodemademhaling. Daar hebben we traditioneel, nou, ik zou zeggen een mechanische methode haast voor. Dat werkt ook weer met zo'n stukje rioolbuis. Daar gaat dan een deksel overheen. Dan sluit je als het ware een klein vast volume tijdelijk af. Hier zie je op de linker foto dat daar nog gras in staat. Meestal knippen we dat even een beetje uit. Maar ook daar kan je eigenlijk al heel snel allerlei onderzoeksvragen op formuleren. Wat gebeurt er als ik gras weghaal? Of wat gebeurt er als ik dit of dat doe, van tevoren dat maak? Of nou, als je daar even met een paar mensen over gaat zitten brainstormen, heb je zo allerlei leuke varianten bij de hand. Dan gaat dat 20 minuten, gaat de deksel erop en dan hoopt zich daar dus CO2 onderop. En dat hebben we traditioneel, deden we dat met een Dräger meetbuisje. Die zie je daar linksonder in beeld. En op het moment dat je daar een vaste hoeveelheid lucht doorzuigt, dan zie je op die schaalverdeling, zie je een verkleuring optreden die aangeeft hoeveel CO2 er in dat meetbuisje zit. Dan is het zo dat we daar tegenwoordig eigenlijk hele handige en veel makkelijkere digitale apparatuur voor hebben waarmee we dat kunnen meten. Ook dat wordt binnenkort nog weer bijgewerkt in de module. Frans heeft daar onder andere veel ervaring mee opgedaan op zijn school. En dan nog even bijna op het eind. De linkerplaatje is helaas een beetje vaag, maar het gaat even om het idee. Dit is een extrapolatie die we hebben gemaakt van het aantal regenwormen in Nederland. Dus dat hebben we op 300-400 plekken echt gemeten. En als je dan relaties legt met de bodemeigenschappen, je legt dat in regressiemodellen vast, dan kan je vervolgens dat gaan extrapoleren en een schatting maken. Met nadruk een schatting van wat ik waar zal aantreffen. Nou, op de andere plaatje zie je bijvoorbeeld de punten waarneming die door scholen zijn gedaan. En op die manier kan je eigenlijk al zeggen van nou, zou ik ongeveer verwachten aan regenwormen in dit type bodem of onder deze omstandigheden. Maar die zijn lokaal vaak dusdanig variërend, zeker als je in bebouwde omgeving zit, dat je eigenlijk niet zoveel van kan zeggen wat je daar nou gaat aantreffen. En dat is nou juist zo leuk, juist door al die meetpunten op locaties waar wij zelf niet gemeten hebben, want heel veel zijn dat landbouwgronden geweest, maar in natuurgebieden, in stedelijk gebied, in allerlei rare, uitzonderlijke situaties. Dat is juist het waardevolle om daar extra waarneming te doen, die te verzamelen en die gewoon toe te voegen aan onze database en zichtbaar te maken op die kaart. Van jongens, kijk, we kunnen ook met scholen, met citizen science, dat heel erg mooi aanvullen. En hele leuke, interessante gegevens en uitbreiding daarvan geven. Goed, nu ben ik precies op tijd door mijn, althans die ik mezelf ervoor gegeven had, door mijn verhaal heen. Ga ik, ga ik stoppen met share of ga ik Frans? Wat mij betreft mag je de share gewoon laten staan en dan ga ik verder met het verhaal. Oké, woord aan Frans. Dankjewel. Ja, goedemiddag collega's van andere scholen. Ik werk op het Wartburg College in Rotterdam. En ik begeleid leerlingen al enkele jaren op rij, ik denk zo 4 of 5 jaar, bij de bodemprotocollen van Globe. Dus ik heb best wel wat ervaring opgedaan. En die ervaring wil ik graag met jullie delen, want ik denk dat jullie daar ook
je voordeel bij kunnen doen. Ik zal nu op de volgende pagina eerst iets laten zien over de SMAP. Tom, als jij kunt doorklikken. Ja, dit gaat over de satelliet die vochtgehalte in het aardoppervlak meet. En nou, dat heeft Matthijs al in de introductie verteld. En ook Tom heeft er al een keer aan gerefereerd in het verhaal. Hè, van dat doordat leerlingen ook metingen aan het vochtgehalte in de bodem kunnen doen. En die kunnen delen met het RIVM. Kan die data die de satelliet verzamelt worden geëikt als het ware. Dus eigenlijk kan worden gekeken hoe betrouwbaar kan die satelliet eigenlijk verder worden gekalibreerd. Daar komt het op neer. Dus dat is leuk om aan mee te doen. Zeker als je als jouw leerlingen dat vochtgehalte gaan meten, dan is het natuurlijk extra leuk voor hen om te weten dat die data ook gebruikt kan worden om die satellieten verder te verbeteren. Dus dat is mooi en daarom wilden we dat even aan jullie extra onder de aandacht brengen. Dan ga ik verder met de volgende pagina. En ik wil jullie eigenlijk vertellen hoe wij dit aanpakken in de klassituatie bij ons op school. En ik denk dat daar, als je nog een paar keer klikt, Tom, dan komt er, dan komt nog wat onder. Ja, het mag helemaal doorgeklikt worden. Ja, dus ik geef wat. Ik vertel wat iets over onze ervaringen met de bodemprotocollen. En nog wat didactische tips geef ik daarna. En mag weer verder. Ja, hoe organiseren wij dit in de klas? Nou, het eerste jaar dat wij de globeprotocollen door onze leerlingen lieten doen, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om alle protocollen die er beschikbaar zijn, hè, dus dat zijn zowel de basisprotocollen als de keuzeprotocollen die Tom net heeft laten zien, om die over de hele klas te verdelen. En dat deden we dan allemaal voor één locatie. Dus bijvoorbeeld het plantsoen naast de school. Nou, dat was op zich al heel leuk en leerzaam, hè, want dan leer je natuurlijk meer over inderdaad de bodem rondom jouw school. Alleen we merkten ook wel dat het voor de leerlingen soms, ja, dat de leerlingen nog wat meer uitdaging nodig hadden. En dat het ook zo was dat, dat de leerlingen veel misten, omdat ze dan natuurlijk, ja, ze konden maar één of twee protocollen uit de hele serie doen. En van de andere 10 protocollen, ja, daar kregen ze eigenlijk niks van mee. Dus naar aanleiding van die ervaring in het eerste jaar, hebben we toen een nieuwe aanpak bedacht. En die komt, ik denk als je nog een paar keer klikt, ja, 4 jaar later. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de klas te verdelen in 4 teams van leerlingen. Dus dat zijn dan vaak, dat bestaat uit 6 leerlingen gemiddeld of 7 leerlingen, afhankelijk van hoe groot je klas is natuurlijk. Belangrijk is ook om te noemen dat wij dit doen bij het vak NLT. Dus dat is in de bovenbouw. En dan is het een HAVO-module bij NLT, de bodem leeft. Dus dat betekent dat 4 HAVO, einde van het jaar, dus zo tegen het voorjaar, de laatste periode van het schooljaar, deden we dan altijd de bodem leeft. En dan daarvoor voerden we al deze protocollen uit. Het voorjaar is trouwens ook wel het belangrijkste. Hè? Dat zei Ton net al, hè, van ja, prettig weer is fijn voor je leerlingen, want dan staan ze niet te verregenen. En daarnaast is het ook goed voor het bodemleven als je gaat meer bodemleven aantreffen als je in het voorjaar je metingen doet dan in de winter. Want dan is het dan ga je gewoon minder tegenkomen. Nou, hoe hebben wij dat dus na een paar jaar ervaring gedaan? De klas verdeelt in 4 teams. Ieder team naar een eigen locatie gestuurd. En in veel gevallen waren dat bijvoorbeeld agrarische bedrijven van de ouders van leerlingen. Hè? Dus als een van de leerlingen bijvoorbeeld op een boerenbedrijf woont, nou, dan is het natuurlijk erg leuk om daar ook een meting te laten doen door een team. En ja, als we die locatie niet hadden, dan kozen we zelf een locatie. En we probeerden ook om dus echt 4 verschillende bodemsoorten te vinden. Dus in de omgeving Rotterdam, als je dan wat meer naar de Alblasser Waard gaat, daar kom je meer veengebieden tegen. Terwijl, bijvoorbeeld in de Hoekse Waard heb je wat meer kleigronden. Nou, en op die manier kun je het heel afwisselend maken. En dan heeft ieder team ook echt een eigen soort specialisme gekregen.
En doordat ze dat dan ook presenteren aan elkaar, want dat is dan wat we vragen natuurlijk, hè, dat ieder team de resultaten aan elkaar presenteert, kunnen ze dus ook elkaar leren van wat zijn dan de verschillen tussen die bodemsoorten. En dat beviel eigenlijk heel goed. Dus ieder team voert alle proeven uit. Dat is belangrijk. Hè? Dus alle, ik meen 12 protocollen voor bodem van Globe worden dan voor iedere locatie uitgevoerd. Dat heb ik eigenlijk al genoemd. Hè? Het volgende punt, relevante onderzoekslocaties. Dus inderdaad, daar bedoelen we dan mee een boerenbedrijf. Of juist een plek die je om een andere reden interessant vindt. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat er sprake is van vervuiling of juist niet. Nou, dat zijn interessante plekken. Wat we dus van ieder team verwachten, is dat ze een verslag maken en een presentatie geven van hun resultaten. En daarbij willen we ze ook echt. Daarbij moet je de leerlingen wel wat uitdagen om ook echt wat het geheel wat theoretisch aan te kleden. Want als je natuurlijk zegt van ga maar je resultaten presenteren, dan heb je een kans dat ze komen met een presentatie, met een tabel, met een aantal cijfers. Als ze nog iets meer hun best doen, krijg je er ook nog een grafiekje bij. En dan zeggen ze, dit is wat we gemeten hebben en dit was het. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk al leuk, maar nog net niet helemaal wat je wilt als docent. Want je wilt natuurlijk ook dat ze eigenlijk er iets bij kunnen vertellen van, wat betekenen deze cijfers nu? Dus daar proberen we de leerlingen altijd wel toe op te roepen om aan te geven van, zijn deze resultaten, is dat nou wat je zou verwachten voor dit bodemtype of juist helemaal niet? Wat valt je op? Wat ligt heel erg voor de hand? En dat is heel leerzaam en ook heel leuk voor de leerlingen als ze dat een beetje lukt. Maar dat is ook tegelijk wel het allerlastigste hoor. Dus dat is inderdaad een stukje duiding van de resultaten. Ja. Nou, dat was ook nog iets, hè, van als ze dan bij een agrariër op bezoek zijn geweest, dan vragen we ook altijd van ze om een interview met die agrariër te doen. En dat vindt zo'n agrariër heel leuk, want die vindt het dan leuk om iets te vertellen over het bodembeheer en welke keuzes hij of zij daarin maakt. En voor de leerlingen is dat ook heel leerzaam, want zo'n agrariër kan daar vaak veel meer over vertellen dan jij en ik als docent. Zo eerlijk moeten we zijn. Want die mensen hebben soms hele specifieke kennis over bijvoorbeeld bemesting en dergelijke. Nou, dat is voor de leerlingen natuurlijk heel interessant om te horen. Ja, en natuurlijk vragen we ook om de resultaten uiteindelijk door te laten geven aan het RIVM. Nou, dat gaat inderdaad op dit moment nog met behulp van een Excel-sheet waar Ton het zojuist over had. En dat zal in de toekomst ook via de Globe website kunnen. Dit heb ik al deels genoemd, hè? Dus dat wij de protocollen uitvoeren bij het vak NLT. Belangrijk is, dat is ook een praktisch punt, dat vooral de keuzeprotocollen, niet allemaal, maar wel een groot deel van de keuzeprotocollen, bevatten naast een stuk veldwerk ook een labdeel. He, dus als je zoiets hebt van, stel voor dat het weer corona komt en dat de school gesloten moet worden of dergelijke. Ja, dan zou je dus even moeten kijken van, wat kunnen de leerlingen zelfstandig in het veld doen? Daar hebben ze de school in principe dan niet voor nodig. Wat moeten we dan op een andere manier doen of laten vallen, omdat er ook een labdeel bij zit? Kijk, bijvoorbeeld inderdaad het tellen van regenwormen of het meten van de waterinfiltratie. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen gewoon prima zelf kunnen doen, waar ze nu ook niet echt veel materialen voor nodig hebben. Maar op het moment dat je natuurlijk de bodemdichtheid wil meten, of juist de bodemvruchtbaarheid, of de bodemademhaling. Ja, dat zijn dingen waar je of sensoren voor nodig hebt, of een stukje labwerk bij moet doen. Dus dan moeten de leerlingen echt monsters meenemen naar het lab. En die monsters moeten ze dan natuurlijk analyseren op het lab. Dus dat vraagt iets meer materiaal en iets meer tijd ook. Dus dat is even goed om te weten. Maar
ja, daar kun je zelf keuzes in maken natuurlijk. Overigens is het ook wel zo dat ook die labdelen zijn prima uitvoerbaar. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat je wel een blokuur hebt. Dat is wel de ervaring. Want als je die bepalingen in het lab gaat doen, meestal kost dat iets meer tijd dan 50 minuten. Dus dan is het heel prettig dat je een blokuur hebt. We hebben met NLT drie contactmomenten, drie uren per week. Ja, dat is wel heel prettig. Dus dat is zeker voor een heel aantal protocollen wel eigenlijk wel een minimale vereiste, zou je kunnen zeggen. Soms komt het voor, dat was al eentje van de vorige. Soms komt het voor dat je natuurlijk, dat je de leerlingen misschien nog wat langer dan 2 uur in het lab wil laten werken. Dat kan ook heel handig zijn. En wat we dan ook wel eens hebben gedaan, is dat we bijvoorbeeld zeggen, nou, kom lekker op een woensdagmiddag in het lab werken. Dan heb je gewoon nog wat langer tijd. En dan krijg je op een ander moment krijg je dan uitval in het rooster. En nou, leerlingen vinden dat vaak een prima deal. Dus dat kun je ook, kan je ook doen. Want soms word je natuurlijk beperkt door je rooster mogelijkheden. En op die manier zou je dat dan misschien creatief kunnen oplossen. De volgende. Ja, dan nog één andere tip, één andere ervaring. Kijk, heel belangrijk is dat de leerlingen ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Hè, dus dat je ook, dat de leerlingen wel een soort onderzoekende houding hebben. Meestal proberen ze al een beetje warm te maken door inderdaad, kijk, het verhaal van Tom helpt daarbij, hè, om de leerlingen te prikkelen van hoe interessant de bodem is. Kijk, als je ze zonder context het veld instuurt en zegt, nou, ga maar wat doen, ga maar kijken hoeveel wormpjes je kan vinden. Ja, dan vindt de leerlingen dat in principe in de eerste instantie heel belachelijk. En ook heel vies. En daar zien ze totaal niet het nut van in. Maar ik denk, als je dus een verhaal zoals Ton zojuist hebt afgestoken, en als je vanuit die context de leerlingen het veld instuurt, dan gaan ze met een hele andere houding daaraan beginnen. Dus dan heb je gewerkt aan intrinsieke motivatie en ook een stukje interesse opgewekt. En dat heb je ook echt nodig, want wat ik ook erbij zet, het zijn geen kookboekpraktica. Dus dat betekent dat niet alles helemaal wordt voorgekoud. De leerlingen moeten echt wel een beetje hun best doen om die protocollen goed te begrijpen en ook te snappen wat er van ze verwacht wordt. Dat zeggen we ook altijd tegen de leerlingen. Als je ergens tegenaan loopt, probeer dan niet meteen je schouders te laten hangen, maar zie het ook als een uitdaging om daarmee te dealen. Want ook dat is iets wat je vaker gaat aantreffen, ook als je een wetenschappelijke opleiding gaat doen. Heel belangrijk is dat de leerlingen zelf de ruimte krijgen om eigen ideeën of accenten aan te brengen. Er zijn nu ook leerlingen het afgelopen jaar geweest die de stikstofproblematiek erg interessant vonden. Nou, als ze daar wat meer specifiek op willen inzoomen, dan moet je dat natuurlijk vooral aanmoedigen. Want dat bevordert die motivatie. Dus ik zou ze vooral niet te veel in een koker duwen of in een frame. Zo van, nou, dit moet je doen en dat mag je niet doen. Ik zou, probeer ze echt wel een beetje de vrijheid ook te geven daarin. Wat wij nog niet gedaan hebben, is dat we teamrollen hebben bedacht. Dat hebben we wel eens overwogen. Om want je hebt natuurlijk met een team van 6 tot 7 leerlingen in onze situatie te maken. Nou, dat is een behoorlijk groot team voor middelbare scholieren. En dan is het ook belangrijk dat je die teamdynamiek natuurlijk een beetje in de gaten houdt. Dus wat eventueel misschien het overwegen waard is, is om te kijken van, nou, zou in ieder team bijvoorbeeld een voorzitter aangewezen kunnen worden? Iemand die de monsters registreert bijvoorbeeld? Iemand die de planning in de gaten houdt? Nou ja, noem het maar op. Dus ja, daar hebben wij nog niet mee. Dat hebben wij nog niet echt zo uitgewerkt. Maar dat is misschien wel leuk om ze ook wat meer in een team te leren laten werken. Maar goed, dat is iets wat we ter overweging meegeven. Ja, nou, dat was denk ik op dit moment tot zover ongeveer mijn ervaring vanuit met de Globe protocollen in de klas. En ja, als je vragen hebt, dan kun je die natuurlijk in de chat ook stellen. Zowel aan Ton als aan mij.
En we hebben ook al vragen binnengekregen, Frans. Dankjewel jullie allebei voor deze mooie presentaties. Ik vind het ook leuk om erbij te zijn, want normaal ben ik altijd met allerlei andere activiteiten bezig als wij die Globedagen organiseren. En nu kan ik eventjes ook, omdat we het uitgesmeerd hebben over de hele week, bij alle workshops zijn. Dus dat vind ik zelf wel heel fijn. Ik krijg een vraag, of Frans krijgt een vraag van Janneke Helleman. En die zegt, er zit geen NPK-kit in de bodemkist, dus ik heb die apart besteld. Ik vind het vrij prijzig. Wat gebruik jij daarvoor? Ja, wij gebruiken ook wel de NPK-kit. Dat is volgens mij uit mijn hoofd gezegd van Milwaukee. En ik dacht dat die zo'n, ik denk wel 4-5 tientjes kost inderdaad. Maar dan kan je dan wel, als ik het goed heb, iets van 30 bepalingen mee doen. Dus dat zou betekenen dat je per bepaling, dat je toch, dat het toch wel 1-2 euro kost. Ja. Dus inderdaad, dat is best wel even dan een investering misschien, afhankelijk van hoe groot het budget van je school is natuurlijk. Wij kunnen wel in principe, zeg maar, met één kit kunnen we gewoon 1 jaar dat doen. Dus dat betekent dat we in ieder geval voor die proef dan 50 euro kosten hebben per jaar. Voor die, alleen voor het bodemvruchtbaarheid protocol. Hè. Ik heb ook wel eens gekeken of er bijvoorbeeld teststrookjes bestaan. Die bijvoorbeeld stikstof ook kunnen meten. Hè. Dat zijn van die verkleuringsstrookjes. Ik heb daar wel eens wat proefjes mee gedaan, maar ja, ik was er nog niet zo tevreden over. Dus op dit moment gebruik ik gewoon nog de NPK-kit zelf. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je een teststrookje hebt of kunt vinden, zo'n indicatiestrookje, dat eventueel wel een veel goedkopere oplossing zou kunnen zijn. Ja. Nou ja, ik dacht inderdaad vanwege, als ik met een heel jaarlaag ga werken en we leren ze onderzoek doen en zeggen dat je meerdere herhalingen van dingen moet doen. Ik heb nu 1 groepje PWS-leerlingen, die willen heel graag meerdere herhalingen doen. En die maken die hele kit al op. Dat vond ik wel een prijzig PWS worden zo, met die bodemkist die ik erbij had gekocht voor ze. Klopt. Dus ik dacht, als je iets anders hebt, dan is dat fijn. Maar goed, als dit is wat we tot nu toe voor handen hebben, dan moet ik een zuinig proefje bedenken. Komt het op neer. Ja. Nou, het is wel een goed idee hoor. Zeker als je inderdaad een hele jaarlaag of ook meerdere profielwerkstukgroepen en dan inderdaad meerdere bepalingen. Want meestal, om het goed te kunnen meten, moet je toch wel minstens 3 bepalingen doen. Hè? Als een controlebepaling. Ja. En dus dan is misschien inderdaad zo'n teststrookje of eventueel nog een andere oplossing, is echt wel het overwegen waard, of in ieder geval het onderzoeken waard. Dus dat is misschien wel iets waar we wat we als actiepunt kunnen meenemen inderdaad. Ja. Ja, en dan misschien ook in die kist wel laten stoppen. Dat vond ik wel jammer dat hij niet al in die kist zat. Ja, die hebben we opgeschreven inderdaad. Heb jij daar nog iets op aan te vullen, Ton, of niet? Ja, ik zat natuurlijk ondertussen hard te denken. Ik realiseerde me ook dat ik dan vreselijk verwend ben. Want ik hoef monsters alleen maar naar het lab te sturen. En dat komt altijd terug met de resultaten. Dus, wat we wel in het veld ook doen, met onder andere grondwatermonsters, is gewoon met die nitraat-teststips werken. En die kan je op verschillende manieren ook aflezen. Er zijn volgens mij ook leuke apps voor ontwikkeld, dat je ze door je telefoon kan laten scannen en aflezen. Daar weet Hester misschien wel ook wat meer van. Voor de rest zou ik er even naar moeten zoeken, want ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg goed in thuis, maar ik denk met name die stripjes. Misschien dat er ook andere sensoren zijn hoor, die op basis van de kleurreactie en een soort van simpele waarneming met doorzicht of voor kleurmeting iets kunnen. Maar nogmaals, heb ik niet paraat, moeten we dan zeker even naar kijken of er iets te vinden is in die richting. Wat goedkoper, dan zou ik toch wel fijn vinden om een merk te horen van die nitraat-teststripjes waar jullie mee werken. Ga ik even voor je opzoeken. Dat heb ik niet helemaal zo. Ja, het leuke is dat we met een groep avansstudenten ook nu bezig zijn om dit soort dingen uit te gaan zoeken, ook qua sensoren en metingen. Dus dit kunnen we meteen meenemen. Dus hij staat op de lijst bij deze. Ja. Janneke, jij had nog een vraag aan Ton ook over het verband tussen stikstofdepositie en bodemvruchtbaarheid en diversiteit van planten. Kun je die nog aan hem stellen misschien?
Ja, bodemdiversiteit ook hoor. Ik heb nu een profielwerkstukgroepje dat vanwege de hele stikstofdiscussie gaat kijken naar de bodemvruchtbaarheid en zuurgraad en een verband gaat proberen te leggen met die plantendiversiteit. Maar ik hoop zelf met de leerlingen in de klas, in 4 VWO, te kijken naar de bodemdiversiteit. Daar heb ik dit PWS-groepje niet toe weten over te halen. Maar ik heb er wel heel veel artikelen over gevonden. Ik weet alleen niet of het misschien iets te hoog gegrepen is voor een klassensituatie. Om dat verschil in diversiteit te kunnen waarnemen in de bodem. Planten heb ik zelf veel meer verstand van. Dat is meer mijn expertise. Maar bodemdiversiteit weet ik niet of we dat gaan zien. En ik weet niet of Ton daar een idee van heeft. Of dat reëel is om met een klas iets over bodemdiversiteit te kunnen zeggen. Bodemdiversiteit op zich zeer zeker wel. Relaties met stikstof, plantengroei en dergelijke. Dan heb je alweer zoveel factoren die een rol spelen. Dat zeker voor kortdurende onderzoekjes veel minder geschikt is. Gewoon te complexe onderzoeksvraag. En je denk ik, de bodem, het bodemecosysteem, dat wordt gevoed door de organische stof. En ook de samenstelling van de organische stof die daarbij komt. Dus als je stikstofverrijking hebt, dan zal je in eerste instantie meer plantengroei krijgen. Je zal ook meer wortelexudaties krijgen, uitscheiding van wortels. Je zal in eerste instantie meer organische stof input naar de grond krijgen. Dus dat heeft in eerste instantie alleen maar een positief effect, in ieder geval op de aantallen. En dan hangt er een klein beetje vanaf of je daar dan verschuiving gaat krijgen, doordat je opportunistische soorten hebt die daar eerder van kunnen profiteren dan anderen. Je hoort aan mijn verhaal al, het is niet zo heel makkelijk één op één. Je krijgt daar een hele complexe situatie die een terechte vraag is, maar zeker voor onderzoekje in de klas te lang duurt of te divers is om het makkelijk iets te kunnen doen. Het is voor een profielwerkstuk, dus die leerlingen zijn wel op een lange onderzoek aan doen. En ze hebben ook al bedacht hoor, nitrofiele planten, en dat ze daar naar gaan kijken. Maar die bodemfauna diversiteit, denk je daar iets, of is dat ook te complex? Denk je dat we daar iets aan kunnen zien? Jazeker, want je kan door beesten in hetzelfde te verzamelen en ook de bodemactiviteiten te meten door middel van die respiratiemetingen. Dus CO2-productie, kan je zo'n bodem heel aardig karakteriseren. Ja, en dan hangt het een beetje vanaf wat voor bodemtype die je zit en hoeveel verrijking je met stikstof hebt, hoe dat verder gaat uitpakken. Het is natuurlijk ook dan altijd de kunst om een mooie vergelijkingssituatie te vinden of een gradiënt ergens te zoeken waar je dat dan kan meten. En voor profielwerkstukken kunnen denk ik, die leerlingen ook aardig wat nog in de literatuur snuffelen, neem ik aan. Ja, precies. Dat zal dan vaak eerder een ondersteuning zijn als dat ze dat zelf in die beschikbare tijd helemaal uit kunnen werken, ben ik bang. Ja, precies. Ja, maar het is dus wel, je denkt wel dat het mogelijk is dat we in verschillende monsters van, we hebben een weiland waar koeien staan te grazen bij een milieueducatiecentrum en daarnaast vlak in de buurt is een weiland dat ze tot natuur hebben laten verworden. Ja. Dus dat leek mij een prachtige vergelijkingssituatie. Ja, dat is heel leuk om te kijken of je daar verschillen kan aantonen. Nou goed, wat ik liet zien als voorbeeld, dat waren natuurlijk wel heel extreme en sprekende voorbeelden. Maar vooral die goede bodembewerking met dat ploegen en dergelijke. Het zonnetje gaat nu schijnen, dus ik begin nu een keer helemaal overbelicht te raken, zie ik. Maar goed, dat zijn hele extreme situaties. Sowieso het verschil tussen, dat is heel leuk aan te tonen, het verschil tussen een akkerbouwgrond en een wat ouder grasland. Die verschillen die zijn gewoon heel erg groot. Ja. Dat zijn ook, ja, om het te illustreren, zijn direct de leuke dingen om mee te beginnen. Zoek vooral die uiteinden van de schaal op. Dus dat je probeert op een heel subtiele manier te benaderen. Dat geeft misschien wat, in die zin voor de leerlingen teleurstelling, dat ze dan heel weinig effecten zien die ze wel graag hadden willen zien. Ja, oké, dankjewel. Oké, nou, super. Zijn er nog andere vragen? Andere mensen die een vraag hebben? Je kunt in principe je microfoon dan even unmuten en een vraag stellen. En... Nee, het was allemaal duidelijk. Nou, dat is mooi. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunnen jullie ze altijd naar ons toesturen en dan kunnen we kijken of we die kunnen beantwoorden. Ik wil heel graag Ton en Frans bedanken voor deze presentatie. Ik heb zelf ook weer een hoop nieuwe dingen geleerd, dus heel interessant. We hadden aan het begin natuurlijk, had ik nog een lessen-up presentatie met een aantal quizvragen. En daar zat nog deze schitterende... Oh, hij valt helemaal weg. Zien jullie hem zo? Zo. NASA-tas was daar te winnen. Dus die is gewonnen door Björn van het Leidse Rijn College. Gefeliciteerd Björn. Sturen we naar je op. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. En als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie oproepen om vooral ook de volgende workshops die de komende dagen zijn bij te wonen. Je hebt allemaal mail ontvangen waarin al die workshops aangekondigd zijn, de tijden en hoe je daar moet komen. Nou ja, hoe je er moet komen, dat hebben jullie al uitgevonden, want dat is dezelfde manier als hoe je er nu bent gekomen. Dus ik hoop jullie daar weer te zien en een fijne middag nog. Tot ziens. Dankjewel.